Welkom dames en heren bij deze video. En in deze video ga ik vertellen waarvan ik denk dat Bitcoin binnen zeer korte termijn naartoe gaat. En we praten over wat altcoins, wat daar natuurlijk het gevolg van is als Bitcoin een enorme, in dit geval wellicht een pump gaat maken. Als we kijken naar de Bitcoin prijs, praten we nu over zo'n 61.000 dollar. We hebben gisteren of eergisteren hebben een soort van liquidity run gemaakt, naar beneden omhoog gegaan en eigenlijk geen follow-up gekregen. Dat vertelt mij één ding, is dat we waarschijnlijk lagere prijzen gaan opzoeken. En wellicht prijzen waarvan je denkt van oké, maar we willen nu verder omhoog. Dat klopt, maar ik denk dat we nog één keer naar beneden gaan om een liquidity run te pakken en vervolgens omhoog te gaan. En alle over leverage longs eruit te halen. Dat is in ieder geval waarvan ik denk dat er gaat gebeuren. Maar laten we eens kijken naar de koers. Welke punten we dan kunnen waarnemen waar Bitcoin eventueel support zou kunnen gaan vinden. Als we goed kijken, zien we eigenlijk hier het brekenblok liggen en daarna gaan we direct omlaag. Ja, dus dit zou voor mij een punt van interesse kunnen zijn als zijnde buy zone. Nou, dus dat is eigenlijk dit gedeelte. Nou, kijken we dan verder, zien we ook dat eigenlijk dit gedeelte het enige gedeelte is dat we een korte pauze hebben gehad en daarna verder omhoog zijn gegaan. Dus ik zou verwachten dat we dit gebied in ieder geval terug gaan testen voor we gaan klimmen omhoog. Wat creëren we dan ook? We halen de liquidity weg aan deze onderkant. Dus dat betekent dat we in deze groene box ergens moeten gaan komen om vervolgens verder omhoog te gaan. Wat betreft funding is het op zich oké. Het zou fijn zijn als we dalen dat die funding verder naar beneden daalt. Over leverage longs eruit halen om vervolgens omhoog te gaan. Dus dat zou dat zou de wens uiteraard zijn. Als we kijken naar een Fibonacci level, dan zien we ook dat in dat gebied er rond die 57k een 382 ligt vanaf deze pump. Ik kan even kijken wat het hier doet. Komt de complete move. Nou, dan praten we toch echt wel iets lager, 52. Technisch zou het kunnen om deze eruit te halen. Alleen haal je deze low eruit en dan, ja, voor mij meer het gevoel dat we een lower high weg gaan halen en dat we dus deze beweging verder gaan maken. Maar ik verwacht eigenlijk dat deze beweging een hele snelle is, dat we dus dit doen en direct weer hier terug inkomen om vervolgens dus daarheen te gaan. Dat zou ik eigenlijk verwachten. Wat hebben we hier nog meer? Nou, we hebben namelijk twee keer een daily open en een daily close hier gehad. We hebben een korte terugtest gehad. We hebben hier eigenlijk de high gehad op 6 oktober. Dus ik zou denken dat dit een hele mooie positie zou kunnen zijn. Als we kijken naar het volume in vanaf deze uptrend. Hè, dus stel dat we hem hier pakken. Op de breakout. Dan zien we eigenlijk dat de value area low ergens in dit gebied ligt vanaf de complete uptrend. Dus dat zou een eventuele long kunnen zijn. En dat zou betekenen dat je dat dus ongeveer hier hebt. Nou, dan praat je dus over zo'n 55k. Dus dit gebied praat ik over 57 tot 55.000 dollar per bitcoin. Nou, je ziet ook dat we hier momenteel die point of control vanuit die uptrend volume aan het verliezen zijn. Dus het zou me niet verbazen dat we lager op gaan zoeken en deze terug gaan testen. Vind ik het erg als het niet gebeurt? Nee, absoluut niet. Dit zou alleen mooi zijn voor een leverage positie, denk ik. Maar dat terzijde. Dus dit zou heel goed mogelijk kunnen zijn. Liquidity check hieronder en runnen omhoog. Dus even kijken. Dit is vanaf dit gedeelte. Eens kijken wat eigenlijk vanaf de complete run we hebben. Nee, hebben we niks. Dus hier zijn we eigenlijk een beetje aan het consolideren. Hij zit ook hier een beetje aan de onderkant. Je ziet hier heel mooi dat je hier value area low hier eigenlijk bent gebounced.
En dit is eventueel ja, nog een soort van daily can. Nou, ik zou hem niet eens meenemen. Maar dus interessant is eigenlijk dus dit complete blok. Ja, dat is dus dit complete blok. Liquidity grab hieronder dus. Deze loos eruit halen. Ja, en dan moet je uiteindelijk gaan runnen. Blijven we hier te lang? Ja, dus gebeurt er dit en we doen een beetje dit. Ja, dan is er dikke kans dat we dus dit doen en verder omlaag gaan. Maar tot die tijd is dit in principe, naar mijn idee, je buy zone, deze groene box. En ik praat dus over 57 tot 55k. Als je dat gaat krijgen. Ja, dus dat gezegd hebbende, is dat mijn idee voor BTC. En je stop zou hieronder in principe kunnen. Ja, dus dan zou je een positie krijgen die er nou ja, ongeveer zo uitziet. En dus dit is je run. En je stops ligt in principe hieronder. En dan zou in principe je target, je eerste gedeelte, ligt hier. Ja, dus dat is dit gedeelte, 17% gain. Eens even kijken. Trend-based VIP. Deze. One-to-one al aangeraakt. Het kan zo zijn dat we in eerste instantie nog omhoog gaan, maar stel dat dit gaat lukken, dan praten we je one-to-one zo rond de 83k in principe, ja, dus vanaf dit gedeelte. Goed, dat voor wat betreft Bitcoin. Nou ja, nogmaals, dan gaan we door naar de altcoins. En zoals altijd, vind je dit soort video's nou super interessant, helpt het jou bij het maken van keuzes, abonneer dan op dit kanaal. Vergeet deze video niet te liken en te subscriben uiteraard. En mocht je een reactie willen achterlaten omtrent bepaalde coins, wat jij daarvan vindt, of een eventuele aanvraag voor wat betreft een analyse, doe dat dan onder in deze beschrijving van de video bij de reacties. Goed, dan kijken naar Ethereum. Wat ik ook voor Ethereum verwacht, is dat we in ieder geval een korte correctie krijgen. En dit is gestaag omhoog. En dat zegt mij dat we uiteindelijk een correctie gaan krijgen om vervolgens weer dit te gaan doen. Een korte shakeout. En hoe ver die is, ja, dat is lastig te zeggen. Ik verwacht niet dat dat misschien zo diep is. Want dat is denk ik te diep. Nou, 11%. Zou misschien nog dit kunnen zijn ook als je dat überhaupt krijgt. Voor wat betreft Ethereum heb je naar mijn idee, even kijken, want dit moet wel een beetje kloppen natuurlijk. Dit is 5, 6, ja, dat zou goed mogelijk kunnen zijn. Ja, dus dit zou eventueel een mogelijkheid kunnen zijn. Wat je eigenlijk wil, is deze liquiditeit eruit halen. Ja, dat zou dus betekenen dat dit wellicht intact gaat blijven. Even zien. Zou zomaar kunnen. Deviation eronder. Tik. Aantikken. Naar boven. Deze runnen. Dus dit is dan een mogelijkheid wat je gaat krijgen. Deze eruit. En dit voor de rest doen. Dus dat zou kunnen. Maar we kunnen het ook even checken waar het dan eigenlijk allemaal ligt. Belangrijk is dat je deze eigenlijk houdt. Ja, want dit is in principe je laatste higher low. Hè, als we kijken op de daily. Hè, dat is dus deze. Die wil je in principe houden. Dus dit gedeelte zo. Daar wil je eigenlijk niet onder komen. En alles hierboven. Ja, deze kunnen we prima uithalen. Laten we even kijken wat we überhaupt hebben. En je hebt hier een daily OB, dus dat is dit gedeelte. Nou, die is eigenlijk net niet getest. Het zou zo kunnen zijn dat we deze liquiditeit eruit gaan halen. En laten we eens kijken wat het volume is. Kijk vanaf deze low. Zitten we dus net hieronder. Oké, laten we dat even gewoon hier op de impuls pakken. En dan verdwijnt er al wat meer. Ja, dus wat we zien is dat we momenteel met deze uptrend, het uptrendvolume vanaf september, ja, praten we, dus dit kleine gedeelte. Ik kan even kijken of dat groter is als we dit gaan doen.
Ja, dat zou misschien kunnen. Eens even kijken wat vertelt als we een VIP trekken. Ja, ik denk dat dat wel nice is. Eens even zien. Dus gaan we terug naar dit. Oh, hier beginnen we pas echt eigenlijk. Maar je ziet dat de value area high vanaf die uptrend, nou ja, discutabel, maar ongeveer hier eigenlijk zo'n beetje begint. Nou, dus het zou me niet verbazen dat we ergens in deze groene box terechtkomen. We hebben steun van deze top. Of in ieder geval dat ze zien dat ze dit level. Dus het zou me niet verbazen dat we uiteindelijk een beweging gaan maken die er als volgt uitziet. Hè. Dus zoiets. Om vervolgens daarheen te gaan. Nou, ik denk dat dit een hele snelle beweging is om vervolgens verder omhoog te gaan. En dit zal denk ik meevallen. Ik denk dat nou zo'n 12-13% wellicht is. Want deze high wil je, of deze low wil je in principe intact houden. Als ik duidelijk zichtbaar, hier hebben we liquiditeit opgehaald. En we zijn verder naar boven gegaan. We hebben het hier wederom gedaan, verder omhoog. En het zou kunnen zijn dat we nu een shakeout krijgen om vervolgens omhoog te gaan. En dus zo kijk ik tegen Ethereum aan in principe. En dat zagen we hier ook een beetje. Wellicht ten overvloede, maar ik kan hem even erbij pakken. Is dat we hier een even zien. De ghost even erbij pakken. Of sorry, bars pattern. En dan is dat een beetje hetzelfde als dus dit. Ja, dus dit is een beetje hetgeen waar ik op doel. Ja, we hebben zo'n soort gelijke uptrend. Dan krijg je vaak een harde sell-off om vervolgens weer omhoog te gaan. En dat zie je ook hier in dit gedeelte. Ja, daarna ga je uiteindelijk. Hè, dus we krijgen dit langzaam omhoog. Tik naar beneden. Maar eigenlijk blijven de belangrijkste higher lows intact. En daarna krijgen we dus een parabolische beweging. Nou, dat is eigenlijk ook wat ik verwacht de aankomende maanden voor Ethereum. En ja, goed, vanaf deze higher low naar dit was zo'n 239%. Als we dat wederom gaan krijgen, dat betekent dat we zoiets gaan doen. Ik noem maar wat. En dan praten we dus over grotere bedragen. Of dat daadwerkelijk zo is. En in principe ja, is dat zeer de vraag. Of dat we ook een 200% gaan doen. En we hebben ook nog $3700 die extra support biedt. Je trendline support die vanaf hier komt. 1, 2 en 3. Ook dat is dan een mogelijkheid. Plus die 0,5. Ja, ik denk dat iedereen dit verwacht. En ik denk dat je het niet gaat krijgen. En ik verwacht ook dat dat een mega... 23%. Ik verwacht dat we dat niet gaan zien binnen afzienbare tijd. Maar goed, dat kunnen we eventueel bekijken volgende week als er iets spannends gaat gebeuren. Goed, dan als laatste neem ik mee Solana. En ik pak ook even FTX token erbij. Solana zien we eigenlijk een prima beweging. Wat belangrijk is voor Solana bij een eventuele sell-off is dit. En je ziet dat we eigenlijk een aantal touches hebben gehad. En ik durf deze ook nog mee te nemen. En dan praten we over zo'n $211. Dat zou betekenen dat Solana een 11% kan gaan dalen. Hier steun vinden om vervolgens te gaan runnen. Ik durf niet te zeggen hoe het met het volume zit. Maar daar kunnen we zeker even naar kijken. Naar dit gedeelte. En dan moet ik eigenlijk deze even compleet erbij pakken. Nou, dan valt dat valt hier niet zo heel veel uit af te lezen. Anderzijds dat we hier geconsolideerd hebben om vervolgens verder omhoog te gaan. Dus betekent dat dit nog eventueel een... Nee, zie ik weinig heil in. Dit zou voor mij het eerste steunlevel zijn. Die highs behouden hier. En dan kunnen we hier een basis wegzetten. En dat zou zomaar kunnen zijn dat we zoiets gaan doen. Om vervolgens verder omhoog te gaan met Solana. Voor mij is one-to-one is nog net niet aangeraakt. Kunnen we even kijken. En dit is je low. Ja, high naar... Nou, het zou fantastisch zijn als we daarheen gaan. Als we kijken naar deze impuls rally, en dan moet ik hem dus ietsje hoger trekken. En dat zou betekenen dat... dat is helemaal de verkeerde trouwens. Deze moet ik niet hebben, ik moet deze hebben.
Ja, dus stel dat we dus vanaf hier gaan meten. Dat betekent dat we zo rond de 265 de one-to-one hebben. Dat zou zomaar kunnen dat je deze tik nog pakt. Om vervolgens terug te gaan dalen hier. Dat zou me niets raars lijken. We zagen natuurlijk gisteren ook al op Dot. Volgens mij had die ook zo'n one-to-one aangetikt. Bijna zelfs. Dus afhankelijk waar net waar je hem eigenlijk trekt. Dus dit is eigenlijk je impuls. Vanaf hier dan zie je dat je net die one-to-one... Oh, sorry. Vanaf dit gedeelte zo... Ja, dan heb je hem dus precies net aangetikt en krijg je nu een korte correctie met consolidatie. Om vervolgens wellicht hier doorheen te gaan. Dus dat is eigenlijk de doelstelling voor Dot. Zeker met parachains zou ik dat verder verwachten. Dan als laatste FTT. Momenteel in een, kan niet anders zeggen dan dat je in een in een accumulatiefase zit. Ik zie de wildste bedragen als een $1000 voorbij komen. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Maar ik denk wel dat als deze gaat, dan ben je missed out. En dan vertrekken we echt met rassenschreden omhoog. $100 verwacht ik minimaal voor FTT token. Maar goed, dat gaan we allemaal zien. Ik kan natuurlijk even kijken wat de one-to-one is. Vanaf deze low, tot aan deze high, tot aan deze low. Nou, we praten over $111, dus dat is sowieso een TP voor mij. En dat zou betekenen vanaf hier, ik gok zo'n ruime 90%. Bijna, 87,5%. Dus dikke prima gains. Kunnen we dit nog doen? Als in dit, ja hoor, 100%. En als we klaar zijn, dan runnen we vanzelf. Goed, en dat was eigenlijk hetgeen wat ik met jullie wilde delen. Nogmaals, vind je dit soort video's nou super tof? Druk dan even op het blauwe duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En check zeker even de beschrijving van de video. En dan zie ik je bij de volgende video terug. Nogmaals, dankjewel voor het kijken en een ontzettend fijne dag gewenst. Ciao.